gezegd van Pepe, met van Art van Pepe, die daar ook wat makkelijker door kan komen dan de rechtsback. Wat voor wedstrijd mag je? Normaal gesproken heeft Utrecht wat moeite tegen stugge tegenstanders uit de lagere regionen van de ranglijst. En dus als Utrecht niet in staat is om snel te scoren, dan kan dat best een lastige tegenstander zijn. Want RKC is een wisselvallige ploeg. Maar die kunnen naar boven pieken, maar die kunnen ook door het ijs zakken. Dus het zal wel even hoe Utrecht met de kans omgaan. Heb je dat RKC het spel dan niet gedaan? Dus dat betekent dat Cambia 66 vanmiddag de taak heeft om daar boven.